Hoi kijkers, welkom bij een gloednieuwe voorjaarsvideo of een safari video om precies te zijn. Oké, dit kikkerdril dat ga ik even wat verder verplaatsen, want het ligt wel heel dicht bij de kant. En ik heb wel eens meegemaakt dat dit droog is komen te staan. Dus vandaar dat ik dit even wat dieper erin doe, zo. Kikkerdril kan hier trouwens goed tegen, want zoals je ziet zit er een soort gelei-achtig laagje omheen. Nou, dat is ervoor zodat de warmte van de zon op het eitje wordt geconcentreerd. Het geldt immers hoe warmer het water en dus hoe warmer de eitjes, des te sneller gaat het, doordat de enzymactiviteit te hoger is waarschijnlijk. Ook dient dit laagje dus als bescherming. Oké, jongens, we hebben hier ook kikkerdril gevonden zoals jullie zien. En we weten nog niet of dat van een kikker is of van een pad. Nou ja, daarvoor ga ik er een beetje uithalen om dat onderscheid aan jullie te laten zien. Ook als het kikkerdril is, kan ik het onderscheid aan jullie duidelijk maken. Nou, daar haal ik er nu een klein beetje uit. Het lijkt er wel op alsof het al wat uitgekomen is. Maar ik zie ook nog, geloof ik, wat zwarte puntjes erin. Dus het is nog niet helemaal uitgekomen. Oh, zo, dat is wel wat. Even kijken. Ja, voor het grootste deel is dit toch uitgekomen. Oké, kijkers, ik heb nu een deel van het dril in een bakje gedaan voor jullie. Nou, zoals jullie zien is er wel een groot deel uitgekomen. Ik zie weinig zwarte puntjes op een paar slome eitjes na dan. Of misschien zijn die niet goed bevrucht toen de man de zaadcellen eroverheen deed. Dat kan namelijk gebeuren dat sommige eitjes niet goed bevrucht raken. Misschien zijn dit dus een paar onbevruchte, maar het kan ook zijn dat het een paar laatkomertjes zijn. Hier zien we denk ik een vlookreeft. Ik ben me hier niet 100% zeker van. Nou ja, vlookreeftjes, dat zijn dus kreeftachtige wezentjes zoals de naam al aangeeft. En die kom je wel in elke Nederlandse plas of sloot wel tegen. Nou ja, waar leven deze diertjes zo al van? Nou ja, ze leven vooral van algen en kleine deeltjes in het water. Die filteren ze eruit. Ze zijn ook een lievelingskorstje van sommige vissoorten. Ze worden veel gegeten. Nou, ik ga deze weer terug doen. Ik kan er vrij weinig mee. Maar nu gaan we weer even terug op het dril. Oké, dan gaan we weer even terugkijken naar het dril. Nou ja, zo te zien, dat kun je een beetje zien aan de structuur, gaat het hier om kikkerdril en niet om paddendril. Kikkerdril dat bestaat uit kleine bolletjes. Bij paddendril is het anders. Dat bestaat namelijk uit hele lange snoeren met allemaal zwarte punten erin. Overigens vind je kikkerdril en paddendril vaak in een hoekje waar veel waterplanten zijn. Dat heeft een paar redenen. Allereerst is de zuurstofvoorziening. Die is dan natuurlijk beter bij planten, want daar vindt fotosynthese in plaats. Dus die zijn verantwoordelijk voor zuurstof, maar dat wisten velen van jullie waarschijnlijk al. Ten tweede zitten er natuurlijk ook voor algen aan waterplanten, waar kikkervisjes helemaal van leven. Uit algjes en kleine stukjes afval in het water. Die schrapen ze dan met hun tandjes van de waterplanten af. En als het dan kikkertjes zijn, dan worden het vleeseters. Overigens gaat het hier om dril van de bruine kikker, want rond april, dat is altijd, vrijwel altijd tenminste, dan gaat het om dril van de bruine kikker. De paartijd van de groene kikker, die is wat later in het jaar, die is zo rond midden mei. Dan zul je ook die kwakelzetten horen. Bij bruine kikkers is dat dan wat minder. Ik ga dit teruggooien, want ik heb zelf al wat dril. Daar zie je nu een fragmentje van hoe ik dat gevangen heb. Dit gooien we terug. Je moet ook niet te veel kikkerdril willen hebben, want kikkervisjes die gaan elkaar opeten als er een voedseltekort is. Dat is ook de natuur een beetje. Er zullen altijd wat opgegeten worden. En kijkers, vandaag heb ik ook iets gevangen wat ik nooit had verwacht. Ik heb namelijk een larf van de kleine watersalamander gevonden, zoals jullie hier zien. Dat is ook een algemene salamander die in dit soort wateren, bij voorkeur stilstaand water volgens mij,
veel voorkomt. Nou, ik wil deze graag opkweken. Hier ving ik hem net in ondiep water. Het is nu ook de paartijd van de watersalamander. Dus het is natuurlijk ook wel toepasselijk dat ik deze hier vind. Je vindt ze vaak ook op plekjes waar de zon goed bij kan. Dat vinden ze fijn. Nou, ik neem deze natuurlijk mee naar huis om te kweken. Het is nog een larf, geen volwassen salamander. Dus volgens mij mag het dan gewoon nog. Niet dat ik illegaal bezig ben of zo, dat jullie dat straks gaan denken. Nou, dat is ook weer iets moois. Ik heb nog nooit een larf gevonden. Nou, ik ben zeer blij met deze vondst. Hier hebben we een wans die in het water leeft. Ik weet niet welke naam het was. Ik weet wel dat het om een wans gaat hier. Die leeft van allerlei plantendeeltjes. Volgens mij kan die ook kleine stukjes vlees eten. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, ook veel voorkomend. Ik heb er al meerdere scheppen gedaan en heb deze ook gevonden. Niet te verwarren met het bootsmannetje. Die heb ik in een andere video nog gevangen. Nou, daar zien jullie nu ook wat van. Hier hebben we een rugzwemmer, ook wel het bootsmannetje genoemd. Ik kan deze niet lang vasthouden, omdat ze kunnen steken of bijten. Het zijn namelijk rovers. Ze eten kleine muggenlarven bijvoorbeeld. Zoals jullie zien, ook aan zijn manier van zwemmen, waar ik hem even voor moet storen. Even kijken. Ja, lijkt het net op een bootsmannetje, dat is het echter niet. Er is één groot verschil. Het bootsmannetje wordt ook rugzwemmen genoemd. En die zwemt dus voor het grootste deel op zijn rug. Deze die doet dat niet, zoals jullie zien. En een bootsmannetje is ook een vleeseter en kan pijnlijk steken. En deze kan dat volgens mij niet. Oké, nou, we gaan nu een eindje verder zoeken. Daar hopen we onder andere een waterschorpioen te vinden. Ook een heel interessant diertje. Daar hoop ik jullie dan meer over te vertellen. En nou, we zien jullie daar. Zoals jullie zien zit er een tweede watersalamanderlarf in het net, of het is een jonge volwassene. Dat kan ik nu niet goed zien. Wel is te zien dat deze een wat ouder is, want de kieuwen zijn bij de kop wat meer weg dan bij die vorige. Deze is dus een stukje ouder. Nou, dit is echt zeldzaam. Ik heb het nog bijna nog nooit meegemaakt dat ik twee larven in één keer heb gevangen. Nou, ik ben er heel blij mee. En nu ga ik nog wat scheppen proberen om te zien of we nog een mooi diertje kunnen vinden. Nou, hier een vroeg exemplaar, een echte vroege vogel van de groene kikker. Ik weet niet welke soort, maar ik heb zo'n vermoeden dat, nou, het is geen poelkikker, want deze die heeft strepen. Welke soort weet ik niet precies, maar het is wel fijn dat we er een gevonden hebben. Wat wel mooi is natuurlijk, want het is toch helemaal niet de paartijd van deze dieren. Ja. Oké, kijkers, we zijn nu weer terug. We zijn nu voor de tweede dag op safari hier. Om in de hoop een waterschorpioen te vinden, vooral. Nou ja, we hebben nu nog geen waterschorpioen, maar we hebben wel iets anders leuks gevonden. Hier zien jullie namelijk een, volgens mij net volwassen. Het is nog niet het grootste formaat, of een paar jaren oud in elk geval. Een bruine poelkikker waarvan het nu de paartijd is. Veel mensen denken dat ze wat groen zijn, maar dat komt doordat ze wel wat groen afschijnen. Maar het gaat hier om de bruine kikker. Het is trouwens ongelooflijk lastig om zo'n kikker te vangen. Dat komt natuurlijk doordat ze heel sterke springpoten hebben. En daarnaast gaan ze, als er gevaar dreigt, zullen ze onderduiken. Dat doen ze dan. Ze hebben namelijk een huid die ook zuurstof uit het water kan opnemen. Dus ze kunnen ook, als er gevaar dreigt, even onder water blijven. Thank you.
Hallo jongens, daar zijn we weer. Voor jullie is er niks veranderd. Voor jullie is het hooguit een seconde later. Maar voor ons is het weer iets meer dan een dag later. We zijn weer op zoek gegaan. Nou, we hebben nog geen waterschorpioen, hoewel ik die nog wel graag vinden wil. Nou ja, dit is een posthoornslak. En dat kun je zien aan de huisjes. Dat heeft namelijk een soort, ja, een kenmerkende structuur. En dat doet men denken aan een hoorn, zoals je nu goed op mijn hand kan zien. Nou ja, komt ook veel voor in passen en poelen in Nederland. Nou, verder valt er niet zo heel veel bijzonders over te vertellen. Nou, ik ga deze weer teruggooien en hopelijk kan ik jullie zo het iets beters berichten. Hallo kijkers, we zijn weer terug. En dit keer hebben we wel iets moois gevangen. Na heel lang zoeken, maar we hebben hier een exemplaar van de volwassen watersalamander. Kun je zien, deze heeft geen kieuwen meer. Deze is ook al een stuk groter dan die larfjes die ik een keer liet zien. En ik weet niet of je het zien kan, maar misschien kunnen we de onderkant van de bak filmen. Dan kun je zien dat hij een wat oranje buik heeft. Als je aan de onderkant kijkt. Dat is omdat het nu de paartijd is voor deze dieren. Dan zullen ze extra, ja, hoe zeg je dat, verkleuren. De mannetjes vooral. Dat vinden de vrouwtjes van deze soort namelijk aantrekkelijk. Maar deze salamander die leeft dus van allerlei dieren in het water, hè, zoals watervlooien en rode muggenlarven. Maar hij eet ook allerlei kleine diertjes op het land. Veel diertjes die kleiner zijn dan hij, die eet hij ook. Dus daar is waar hij vooral van leeft. Nou, nu is de paartijd van de salamander, dus het is ook niet gek dat we hem nu gevonden hebben. Nou, geniet nog van wat mooie beelden. Deze die gaan we nu weer lekker terugzetten. Dat gaan we nu ook laten zien op video. Dan kan hij zich weer lekker voorplanten. Nou ja, deze die zetten we lekker terug. Nou, geniet van de beelden. Hallo kijkers, welkom terug. Voor jullie is er niet veel veranderd, maar voor mij is het alweer een dag later. Want dit is inmiddels mijn vijfde poging op zoek naar de waterschorpioen. En zoals je in beeld ziet, is het me gelukt om deze keer twee waterschorpioenen te vinden. Nou, het lijkt er één, maar het zijn er in feite twee op elkaar. Ik zal ze zo even van elkaar halen even. Dan kunnen we het beter zien. Nou ja, nu ga ik jullie dus wat meer informatie over dit diertje geven. Waterschorpioen. Nou, waar dankt hij zijn naam aan? Je kan het een beetje zien aan de bouw van de schorpioen zelf. Of het, in feite is het geen schorpioen, maar daarover zo meer. Nou, je kan het zien aan de bouw, want je ziet dat ze twee hele grote vangarmen hebben. Ze zijn ook erg, ja, geducht in het water. Dat komt doordat ze met die vangarmen van alles vangen. Kleine visjes, salamanders, kikkers, kleine kikkertjes kunnen ze ook grijpen met die vangarmen van ze. En dan hebben ze een zuigsnuit, dat kun je ook zien aan de voorkant. Ze hebben daar een soort zuigsnuit, ja, dat kun je nu goed in beeld zien. En daarmee zuigen ze dan vervolgens hun prooi, ja, helemaal leeg. Daarnaast is het ook nog zo, aan de achterkant kun je ook zien, dat het zijn er twee op elkaar zoals je nu goed kunt zien, dat ze een soort, het lijkt wel een, ja, wat is het, een uitsteeksel. Dit is zeg maar het ademhalingsgerei van deze dieren. Deze dieren die kunnen niet onder water ademhalen. Soms dan moeten ze naar de oppervlakte komen om te ademen. Dit is namelijk een luchtpijp. Daarmee kunnen ze dan zuurstof meenemen naar boven. Oh, dat gebeurt nu ook. Ja, dat gebeurde nu net ook. Zoals je een beetje kon zien in beeld. Dat ze wat adem zouden te halen met de luchtpijp. Dat heeft natuurlijk consequenties. Het zijn ook niet heel erg goede zwemmers. Dus je vindt ze ook vaak, ja, in ondiepere wateren. En volgens mij ook niet zo vaak in stromend water. Dat heeft hun voorkeur niet. Dus daarom moeten ze altijd vlak bij de oppervlakte blijven. Maar ook wel bijzonder aan de waterschorpioen is wel, ze behoren eigenlijk tot de wansen. Ze hebben niet echt iets met echte schorpioenen te maken. Want echte schorpioenen die behoren een beetje, ja, lijkt een beetje op een spinachtige. Dat is hier niet zo.
Deze dieren die hebben namelijk 6 poten, inclusief vangarmen, terwijl een schorpioen er volgens mij 8 heeft, inclusief scharen. Dus in feite behoren ze tot de wantsen. Dat zijn namelijk ook een soort kevers die, ja, zij zuigen dan plantensappen uit of dode dieren. Hier een afbeelding van de groene stinkwant. Zo kun je de overeenkomst misschien een beetje zien. Nou, ik ga deze van elkaar scheiden. Ik denk dat ze aan paren zijn. Dat weet ik niet zeker, want het zijn namelijk een mannetje en een vrouwtje. Maar om jullie dat te laten zien, moet ik ze even van elkaar afhalen. Oké, nu ga ik jullie het geslachtsonderscheid laten zien. Of het is gewoon een jonge dier. Maar ik denk dat het hier gaat om een mannetje. Mannetjes die zijn namelijk wat minder fors gebouwd dan de vrouwtjes. Die zijn wat kleiner. Nu kun je ook mooi zien hoe ze zwemmen. Het vrouwtje, dat zit nu volgens mij in de hoek. Die is wat groter, die is wat forser gebouwd. Dit is dan een vrouwtjeswaterschorpioen. Nou, ik ga deze denk ik houden. Ik vind het erg, ja, fascinerende dieren om naar te kijken. En ze kunnen ook tamelijk oud worden. Volgens mij 4 jaar als je, ja, geluk hebt. Ze kunnen ook vliegen. Daarom moet ik er ook een deksel op doen. 'S Nachts dan vliegen ze vaak. Als ze hun poel niet meer bevalt, dan kunnen ze, het zijn vrij goede vliegers, kunnen ze rustig naar een andere poel vliegen. En hier heb ik nog een bijzonder dier dat ik jullie graag wilde laten zien. Dit is namelijk een larve van een bepaalde mot. De naam weet ik niet meer precies. Nou, dit is een kokerjuffer. Nou, waar deze zijn naam aan te danken heeft, dat is niet zo, ja, moeilijk. Deze larve die beschermt zich of die maakt, ja, een soort, wat is het, kokertje van allerlei materialen in het water. Daar maken ze dan een kokertje van. Nou, voor de rest is het een roofinsect, heb ik gehoord. Ze eten van alles. En uiteindelijk zal dit dan een mot worden. Nou ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet niet te abonneren en te liken natuurlijk. En tot een volgende video.